Hoi, ik ben Tanja van Klavis Uitgeverij en ik heb vandaag een leuke tip hoe je aan het einde van het schooljaar de juf of de meester op een fijne manier kunt bedanken. Welkom bij Boekenpraatjes. Het schooljaar loopt stilaan ten einde en het is fijn om aan het einde van het schooljaar de juf of de meester op een originele manier te bedanken voor het fijne schooljaar. Dan is een boekje een heel goed idee. Want een boek is een duurzaam cadeautje dat heel lang in de klasbibliotheek aanwezig blijft. En er bestaan ook leuke boekjes over een lieve juf en over een toffe meester. En die ga ik vandaag aan jullie voorstellen. Mijn eerste tip is Kaatje en de Juf. Een heel lief en heel schattig boekje van Lisbeth Slegers. Dat zich afspeelt in het klasje. En je gaat met Kaatje een dagje mee in de klas en je beleeft alles wat zij in het klasje beleeft met haar lieve juf. Dit is echt een heel tof boekje om aan een juf van een eerste kleuterklas cadeau te doen. Een warme ode aan elke lieve juf. Voor de iets grotere kleuters is er dit boekje vers van de pers. Lieve juf, dikke knuf. Dit is een heel grappig verhaal over het einde van het schooljaar en de kinderen die willen de juf verrassen met een tof cadeau. De ouders van die kinderen die hebben zelf al iets bedacht om de juf cadeau te geven. Maar de kinderen weten natuurlijk veel beter dan die ouders waar ze de juf mee kunnen verrassen. Dit is een boekje boordevol humor dat elke juf graag zou cadeau krijgen. Nog een aanrader voor lieve juffen is dit prentenboek. Ik ga je missen, juf. Want sommige kindjes die zijn aan het einde van het schooljaar best een beetje droef als ze afscheid moeten nemen van hun lieve juf. Net zoals Bever in dit verhaal. Het is de laatste schooldag, ze zijn nog fijn gaan picknicken samen met de juf en dan is het moment van afscheid nemen daar. En Bever wordt dan eigenlijk wel een beetje droevig omdat hij de juf heel hard gaat missen. En hij heeft dan in het verhaal een heel mooi gesprek met de juf over wat het is om iemand te missen en hoe je daarmee kan omgaan. Dit is een heel warm en heel lief verhaal voor elke lieve juf. En natuurlijk zijn er ook leuke boeken met meesters in de hoofdrol. Zoals deze, Meester Bakkebaard. Dit is een verhalenbundel met allemaal leuke verhalen over Meester Bakkebaard. Een hele toffe meester waar de klas een heel schooljaar lang heel veel plezier mee heeft beleefd. Dus als jij een toffe meester wil bedanken, dan is dit boekje een aanrader. Zo, dat waren mijn tips voor vandaag. Ik zou zeggen, koop zeker een boekje voor de juf of de meester, want er is niks mooier dan een boekje cadeau krijgen. Wil je graag meer informatie over deze boeken? Kijk dan zeker eventjes naar de link die je bij deze video vindt. Ik wens jou heel veel leesplezier en tot de volgende keer.